Ja, dat is raar. En ik krijg ook steeds meer bekruipt mij de gedachte of er niet nog een hele andere mogelijkheid was geweest. En dat was bijvoorbeeld, als de inschattingen goed waren geweest, de risicotaxatie goed was geweest, of ze niet gewoon veel harder hadden moeten zijn tegen Peter R. wat betreft het bijstaan van die kroongetuigen. Ja, dat ze niet hadden moeten zeggen, als de kaarten zo liggen, dan gaan we dat niet doen. Is te gevaarlijk. En dan raak je nog aan een ander mogelijk probleem. En dat is dat justitie in het Marengo-proces wel altijd het idee gehad heeft dat ze die kroongetuigen echt heel hard nodig hadden. En het kan ook best zo zijn geweest dat de kroongetuige, want die heeft zich ook regelmatig sterk opgesteld, heeft gezegd, als die Peter R. mij niet mag gaan bijstaan, dan haak ik af als kroongetuige. En dan kan je natuurlijk wel zeggen, wij gaan dat voorkomen, maar dan ben je als justitie ook mogelijk je kroongetuigen kwijt. Ik weet niet of dit zo gelopen is, maar één ding vind ik wel, dat als duidelijk werd hoe groot het risico is met die melding, met die achtervolging, dat die op een dodenlijst staat. Als je dat gaat melden, dan vind ik ook dat je de stap moet zetten van, wij vinden dit gewoon te riskant en we gaan er helemaal dwars voor liggen. Ze hebben er wel voor gelegen, ja, maar op basis van andere argumenten. En ze zijn er niet echt goed voor gaan liggen. Tot slot, Tamina, tijdens jouw spreekrecht zei je dat jij en Peter...